eerste paar uur is het nog rustig. En daarna gaat het redelijk los. Het gaat hard waaien volgens de weersverwachting. We gaan daarom vroeg weg om op tijd in beschut vaarwater te zijn. Dit is onze boot, een Saint-Tropez cabin cruiser van 9 meter lang, 80 centimeter diep en ruim 2 meter hoog. En dit zijn wij. Mag ik nou een keer vertellen waar we heen gaan? Nou, eigenlijk is dat mijn tekst, hè? Ja. We hebben een geweldige vaartocht kriskras door Noord-Holland gemaakt, waarbij we hebben aangelegd op de mooiste plaatsen. Den Helder, Groet, Alkmaar, Edam, Marken en zijn nu op de terugweg naar onze thuishaven in Friesland. In deze video varen we van Knarland, een eilandje in de Randmieren, vlak voor Harderwijk, naar Schokkerhaven. En gaan verder door Blokzijl en over de prachtige Kalenbergengracht naar het noorden. Geen lage bruggen onderweg en 4 sluizen. Nou, mooi dat we die tankjes in Stavoren nog maar even vol hebben gemaakt. Ja, op zich zit er nog genoeg diesel in, denk ik, in de tank, maar op deze manier weet je het zeker. Change of plans. Ja. Geen Italiaan, geen toko in Harderwijk. Nee. En waarom niet? Dat hebben we al een keer gezien en we hebben iets anders bedacht. We gaan naar Schokkerhaven. Ja, je kan het toch fietsen huren bij de jachthaven? Ja, dat stond op de waterkaart. Ja. We gaan het zien. Yes. Schokkerhaven ligt vlakbij Schokland, een voormalig eiland dat zo'n bijzondere geschiedenis heeft dat het op de werelderfgoedlijst staat. Om er te komen moeten we eerst over de oneindige randmeren tussen het oude en het nieuwe land. Vlak voor het Ketelmeer liggen 2 sluizen meteen na elkaar. Deze nieuwe Revensluis vervangt de verderop gelegen Roggebotsluis, die met de aanleg van het Revendiep overbodig is geworden. Allemaal bedoeld om overstromingen van de IJssel te voorkomen. Om het IJsselwater uit dat Revendiep op te vangen, worden de dijken hier flink opgehoogd. De komende tijd wordt de Roggebotsluis gesloopt en een nieuwe, hogere brug aangelegd. Dit is het smerigste plekje van Nederland, IJsseloog in het Ketelmeer. Hier liggen miljoenen kubus van het goorste slib uit havens, grachten en meren opgeslagen in een speciaal aangelegd depot. Naast ons nationale afvoerputje zijn eilandjes aangelegd, waartussen je beschut kunt ankeren. Maar onze bestemming ligt even verder, langs de rand van de Noordoostpolder. Schokkerhaven is een voormalige werkhaven van de dienst Zuiderzeewerken, die gebruikt werd voor de aanleg van de dijk rond die Noordoostpolder, waarvan het laatste stukje in 1940 werd gesloten. Dat had grote gevolgen voor de eilanden in dit stukje IJsselmeer. Urk werd vastgeklonken aan de polder, Schokland een verloren eiland, midden in het weiland. Vlag erin, middelste pad, 84. Oké, dank u wel. Ja, nu, we liggen onder de vlag, zeg maar. Nou, dan komen wij zo meteen even langs. Ja, dank u wel. Joep, daar. Beetje kort stijgertje. Ja. Hij moet ook maar even linksachter vast. Ja. Blij dat we er zijn. Het was toch wel een lange trip, hè. Een beetje erg saai. Zo snel weg verboden. Ja. Ik ben benieuwd wat deze plek ons weer brengt. Yes. In ieder geval een vuurtje. Ja. Daarnaast jou. Zal er wat onder zitten? Of, Ik denk het wel, joh, zeg. Anders was je lang weg geweest. Schokkerhaven ligt op ongeveer 3 kilometer van de zuidpunt van het voormalige eiland Schokland. Je komt er over deze kaarsrechte polderweg, over de bodem van de voormalige Zuiderzee. Die werd drooggelegd om de groeiende bevolking van Nederland van eten te kunnen voorzien. Het contrast met het lot van de bewoners van Schokland kan bijna niet groter zijn. Want de Schokkers hadden vanwege het afkalvende eiland steeds minder grond om te bewerken. Omdat ook de visvang steeds mislukte, heerste er armoede en zelfs hongersnood. Zo'n 200 jaar geleden moesten de Schokkers met huis en al hun eiland verlaten.
En dan komen we langs een kerkruïne. Ja, uit de 14e eeuw. Tussen de fundamenten van de kerk van Ens bleven de doden eenzaam achter na de ontruiming van het eiland. Maar inmiddels zijn de laatste bewoners van Schokland er plechtig herbegraven. De laatste in 2003. Dus dat is eigenlijk nog heel kort geleden. Woonterp De Zuidert was met 14 huizen ooit het kleinste buurtje van het eiland. Na de zoveelste overstroming verhuisden de bewoners naar hogere terpen, zoals naar deze middelbuurt met zijn karakteristieke kerkje, waar in een paar herbouwde huizen de geschiedenis van Schokland wordt verteld. Het kleine eiland van 500 meter breed en 4 kilometer lang, met op het zuidelijkste puntje de fundamenten van de vuurtoren en in het noorden het havenlicht naast het eenzame lichtwachtershuis en de haven van Emmeloord. Ooit vol met schepen, maar nu stil en leeg, gedegradeerd tot vijver, waar je mooi een rondje met de hond kunt wandelen. Het weer wordt wel wat minder, hè? Ja, straf windje. We houden eigen urk. Morgen nog veel meer wind. Dus we moeten een plan verzinnen. We kunnen naar Vollenhoven of Blokzaal. Daar liggen we redelijk beschut, denk ik. En dan blijven we daar aan de dag. Ja, mij betreft wel. Leuk. Ik had de wekker gezet op 7 uur en nu ben ik al wakker. De eerste paar uur is nog rustig. En daarna gaat het redelijk los. En we zitten op ruim water, dus ik wou vroeg weg. Maar dat ik om 6 uur wakker ben, zeg. Niet te geloven. Waar Kampereiland en de Noordoostpolder elkaar bijna raken, ligt Ramspol. Vroeger een eilandje in de Zuiderzee, nu vooral bekend van de grootste balgstuw van de wereld, bedoeld om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Normaal ligt hij op de bodem van de Ramschul, maar bij extreem weer rijst hij op als een enorme binnenband. Maar zo hard waait het nou ook weer niet vandaag. Tussen het Zwanemeer en het Kadoelermeer ligt de Kadoelekeersluis. Geen echte sluis, maar een waterkering die alleen bij hoogwater wordt gebruikt. Voorbij de toegang naar de polder ligt op het oude land het voormalige Zuiderzeestadje Vollenhoven. Ooit de belangrijkste plaats van bijna heel Noord-Nederland, met als bijnaam Stad der Paleizen. De middeleeuwse Hallenkerk biedt een indrukwekkend gezicht vanaf het water. Net zoals het opvallende oude raadhuis met zijn witgekalkte en getrapte gevels. Iets jonger, maar ook best oud, is jachtwerf Royal Huisman, waar tegenwoordig de modernste jachten worden gebouwd. Zoals deze Fien, voor een Russische miljonair die er een slordige 45 miljoen euro voor neertelt. Het strategisch gelegen Grote Zijl kreeg zijn huidige naam pas tijdens de oorlog met Spanje, toen rond het plaatsje een schans werd aangelegd om de Spanjaarden en hun schepen te bestoken. Blokzijl groeide uit tot een grote uitvoerhaven voor turf, waaraan we nu nog steeds de 17e eeuwse koopmanshuizen rond deze prachtige havenkolk te danken hebben. Aanleggen in Blokzijl is altijd een feestje. Niet alleen vanwege het pittoreske stadje, waar het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan, maar ook vanwege de drukte bij de sluis tussen de kolk en het Noorderdiep, met een verval van een kleine halve meter. Waar ben je nu mee bezig? Ik maak de ondertiteling. Dus hij is bijna weer klaar? Hij is bijna klaar. Het is altijd net alsof je een ei hebt gelegd. Ja. Nou, daar gaan we weer, hè? Ja, richting huis.
Nou ja, we gaan er nog een mooie dag van maken. Het Snorrediep gaat over in de Valse Trog. Waterwegen die lang geleden gegraven werden tussen Blokzijl en het plaatsje met de wonderlijke naam Muggenbeet. Waar je lekker kunt eten bij Geertie. Al eeuwenlang een pleisterplaats voor fietsend, wandelend en varend publiek. We varen over de Kalenberg en Gracht naar Kalenberg. Ooit werd de plaats Vrijstraten genoemd, zoals je nog aan de naam van deze rondvaartboot kunt zien. Die naam komt waarschijnlijk van de vrije kolonisten die hier het veen kwamen ontginnen, waardoor dit gebied is ontstaan. Langgerekte sloten met daartussen smalle stroken land, waarop het veen te drogen werd gelegd. Ook de Kalenbergengracht is een nieuwe naam. Vroeger heette dit water de Oude Weg, waarover het gedroogde veen als turf werd vervoerd naar de havens van Blokzijl en Zwartsluis. Kalenberg ligt in het hart van dit voormalige veenmoeras, dat inmiddels is uitgeroepen tot Nationaal Park en dat je het beste met een kano of een fluisterbootje kunt verkennen. De gracht slingert zich langs de kleine huisjes, waarin vroeger de turfstekers en de rietsnijders woonden, maar die nu vaak gebruikt worden als vakantiehuis. Kenmerkend zijn de witte bruggetjes, met daarachter de uitgegraven trekgaten. De Kalenbergengracht eindigt in Ossenzijl, waar nog nooit iemand heeft ontdekt waar de naam Ossen precies voor staat. De eeuwenoude zijl is inmiddels gesloopt, maar gelukkig bleef dit kolkje gespaard. Nou, de laatste sluis van deze vakantie, hè? Ja, de laatste en de makkelijkste in principe. Hoeveel verschil zou het zijn? 10 centimeter? Ja, meer niet. De Lindhorst-Homansluis in de Linden heeft maar een heel klein verval. Komen er bekenden tegen van de aangename Facebookgroep Sloepen en Tenders, die we dan ook met veel plezier volgen. Achter het paviljoen ligt een oude sluis, met drie uitgangen een hele bijzondere sluis, waarvan er maar drie zijn in Nederland. Na de sluis zijn we weer op Fries water. Ook deze vaart werd gegraven om turf te vervoeren, door de schatrijke adellijke Friese familie van Heloma, waar de vaart zijn naam aan te danken heeft. De Heloma-vaart gaat over in de Pier Christiaansloot, met echter een brug als poort naar het Tjeukenmeer. Vanaf het Tjeukenmeer is het niet ver meer naar onze thuishaven Sloten, waar we nog een nachtje overblijven om het af te leren. Maar de vakantie mag er dan wel op zitten, het vaarseizoen gelukkig nog niet. Oh, de vliegen! Blijf ons volgen. Ook in het nieuwe jaar hopen we weer veel mooie vaartochten te maken. En kijk voor meer video's en vaarroutes ook op onze website, decanicula.nl. Bedankt voor het kijken.